Welkom bij weer een nieuwe video en vandaag gaan we iets anders doen dan dat je normaal van ons gewend bent. En normaal gesproken zie je mij F1 2018 spelen. Super vet natuurlijk, maar als je virtual reality hebt, dan heb je gewoon pech. Want in F1 2018 zit er officieel geen virtual reality support in. Project Cars 2 dan weer wel. En ik heb hier een Formule Renault auto. Ik heb circuit de Spa-Francorchamps, is mijn favoriete circuit aller tijden. Ik ben er vorig jaar voor het eerst geweest. Ik vond het werkelijk fucking fantastisch. En we gaan er gewoon racen. Let's go. Dit gaat nog best wel een uitdaging worden, want de virtual reality en het capturen van dit beeld moet allemaal gebeuren op één computer. En daar heeft hij nog wel eens wat moeite mee. Maar we proberen het gewoon. Als het werkt, dan gaan we dit ook vaker doen. Ik zit er even klaar voor. Ik hoop jullie ook. En dan gaan we even 5 rondjes Spa doen. Daar gaan we. Niet een hele goede start, maar misschien kan ik dat goed maken gelijk al bij de eerste bocht. Wat proppen, maar zonder al te veel kleerscheuren hebben we dit overleefd. Ik ga druk worden bij Elroes en ik word gelijk van achter. Koude bandjes is dit heel erg eng natuurlijk. Maar we zijn er nog. Het was eventjes spannend. Kijken of we de aansluiting kunnen gaan vinden met de top straks. Probeer wat dieper in te remmen. Om wat plaatsen goed te maken. Maar je ziet al gelijk, zodra ik die curbstone pak, is het glijden geblazen. Conventionele racelijnen nemen om wat terrein goed te maken. Ik kan nog maar net binnen de lijntjes. Oh, oh, we zijn aan het glijden. Nu slipstream pakken. En even kijken of we plankgas deze voorlaatste bocht kunnen nemen. Oh, maar net. Auto heeft er moeilijk mee. Want je spint direct. Dat is een belofte. Wat zeg ik? Ietsjes liften naar rouge. Anders red ik het niet. En dan krijg ik een waarschuwing van de racing director. Dat is P6. We hebben nog 3 rondjes. Kijken of we die andere ook nog kunnen inhalen. Beetje iets uit naar mij. Oh shit, what the fuck? Lijkt wel alsof ze stilstaan, joh. Nu heb ik
dichtbij. Waarschijnlijk kan hij mij zo weer terugpakken, maar... Ja. Ik blokkeer wel erg vaak, maar dat gaan de bandjes niet leuk vinden op termijn. P2. De jacht is begonnen. Uitloopvlak hebben we echt wel even nodig. We gaan hem hier op pakken. Hij heeft iets meer ballen dan ik in Orange. Geef dit. Ik pak hem dat terug. Nog niet. Oh. Scherp insturen, dan ga je brouwen. Woe! We zijn hem volledig voorbij. Nu de binnenkant is al dicht gehouden. En hij moet van ons zijn. Oef. Nou, hoofd koel houden en de race uitdraaien. Hier komt hij weer wat dichterbij. Om mee te maken dat hij veel sneller is dan ik. Ik durf het gewoon niet. Geen gekke dingen doen. Geen curves pakken. Geen onnodig risico. Dit gaat lekker zo hoor. Ik kan amper nog zien in de spiegel. Volgens mij gaan we nu het laatste rondje doen. Final lap.
Zo, hobbelig hier. Oeh, dan pak ik iets te veel curb. Voordeel dat je vooraan legt, je hoeft geen risico meer te nemen. Dus ik blokkeer ook mijn wielen een stuk minder. Hier zat ik vorig jaar op de tribune. Nou, dat was prachtig mooi. Daar gaan we een waarschuwing voor krijgen. Of niet? Lekker hoor. We moesten van ver komen, maar het is gelukt. Hey, jongens, dit was hem dan. 5 rondjes Spa. In Project Cars 2, in de Formule Renault auto. Ik vond het fucking fantastisch. Laat even weten of je meer van dit soort video's wil zien. Dan gaan we in de toekomst meer virtual reality races rijden. En dan zal ik ze uiteraard ook voor jullie uploaden op YouTube. Bedankt voor het kijken en vergeet niet te liken en te subscriben. Later!